aan. En toen hij dacht van nou, ik ga weer naar huis. Toen is hij dus knock-out gegaan. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Goedemorgen, lieve Bataties. Welkom bij een nieuwe video. Nou, ik ben om 9 uur stond ik op mijn werk en het is nu 9:30 en ik ben weer terug thuis. Want Sergio die moest naar het ziekenhuis voor een onderzoekje. En daar hebben ze gelijk een kleine behandeling gedaan. En toen hij dacht, nou ik ga weer naar huis, toen is hij dus knock-out gegaan. Dus hij ligt nu in het uitslaapkamer in het ziekenhuis. Dus ik ben weer naar huis en ik ga naar het ziekenhuis. Kijk hoe het met hem gaat. Nou, mijn moeder was gelukkig zo lief om me te brengen. Ik sta nu in de lift. Want dan kan ik zijn auto gelijk meenemen. En we hebben natuurlijk even een ballonnetje voor hem gekocht. Mijn arme poepie. Voel je je, baby? Het gaat nu al wel beter, maar dat is niet prettig. Ben je blij met je ballon? Ja, het verzachte wond. Ja, man. Ik denk het toen wel even. Ja. Als ik in eerste instantie wel even mee ga, natuurlijk. Ja. Maar ik had niet. Verwachting dat ze gelijk wat gingen doen. Nou ja, misschien wel. Ik weet veel. Ik dacht, ik ga straks gewoon werken en dan komt het allemaal wel goed. Ja. Alleen, volgens mij moeten we eruit. Oh. We gaan nog even verder. Oh. Hallo? Leg je lekker, poepie? Ja. Liever oké. Lekker warm. Alleen, ja, maar ik ben weer terug, zo. Ik ga toch even soepje voor jou halen en zo. Voor Enzo? Overleven het wel, alleen maar een rotgevoel, zeg. Maar even je oogjes dicht doen. Ja, dat heb ik toen net al gedaan. In het ziekenhuis. Even boodschapjes doen, hè? Zo terug. En geen pikante kruiden. Aangezien Sergio nu zielig op de bank ligt, moet ik ook maar even zelf hondenvoer gaan halen. En dat doen we altijd. Alles wordt ook steeds soepeler met die buiken. Holy moly. Dat doen we altijd bij Avonturia. In Den Haag. Vroeger heette dat Vogelkelder. Voor de Haagse mensen onder ons. Die weten dat wel. Het is echt heel leuk om ook gewoon even naartoe te gaan, moet ik zeggen. Zo cool. Ik denk dat ik voor de alpaca ga. Mojo die houdt er namelijk van om ergens op te zuigen de hele tijd. Dat heeft hij echt eraan overgehouden. Dit kan hij wel mooi in zijn bek steken, denk ik. Daar gaan we dan. Zo, dat was deel 1. Gaan we nu even naar de Hoogvliet om lekker kippensoepje te halen. Althans, spulletjes om kippensoep te maken.
als het goed is, worden daar onze spulletjes gebracht. Een boxkleed en een babybadje. Maar eigenlijk kon dat pas vanaf 2:30 of vanaf 3:00. Dus met... ik ga gewoon vragen of ze het al hebben. Het is bij ons aan de overkant, dus dat scheelt. Het zou heel leuk zijn als ik dat gelijk mee kan nemen natuurlijk. Dus daar gaan we weer. Oeh, nou, we staan in de lift hoor. Holy moly. Nou, wat zet je was wel binnen. Maar ik zie er geen kussen bij. Dus misschien dat hij morgen nog komt. Of hij zit in de doos bij het badje. Maar dat zou wel een beetje gek zijn. In ieder geval, het badje is binnen. Ik had hem er niet op berekend dat hij dat er echt mee getrokken zou worden. Normaal doet Redje er nooit wat mee. Ja, dat duurt waarschijnlijk niet lang. Ik heb in ieder geval gezorgd dat hij een lekkere tuut heeft die hij dadelijk eens weg kan bouwen. Dat is fanatiek. Oh, Redje is er altijd klaar mee. Ja. Mooi. En daar gaat Mo zuigen. Ja, gaat hij aan zijn hol zitten zuigen. Ja, ben je er blij mee, Mootje? Ja, dat dacht ik al, hè. Dat dacht ik al. Ja. Nou, Mootje is tevreden over zijn knuffie volgens mij, want die heeft hem niet meer losgelaten. Ben je er blij mee, Mo? Hè? Terwijl Sergio daar ziek zit te wezen en met de vlog bezig is, met zijn ballon, ga ik deze unboxen. Een beetje gek dat het ene kon ik al ophalen bij de hoofdkit en deze weer thuis gezorgd. Maar ja, ik heb ze allebei. Gaan we gelijk even testen. Nou, ondertussen heb ik een
soepje gemaakt. Maar Sergio die voelt zich beroerd. Dus die heeft even zijn oogjes dicht gedaan. Soepje, die staat wel al klaar. Nou. Dat is mijn dagje weer. Een dagje helemaal niet zo gepland, hè Mo? Nee. Maar vond je dit een toffe vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en op het belletje te drukken, zodat je op de hoogte blijft. En dan zien we je de volgende keer. En hopelijk voelt Sergio zich dan wat beter. Ciao! When I'm with you, no, the world won't break me.